Spaanse Algeciras is een echte havenstad. Overal waar je komt is de haven nadrukkelijk aanwezig. En de ferries, de veerverbindingen tussen Tanger en Ceuta spelen daar een belangrijke rol in. Maar die veerverbindingen moeten wel goed gecontroleerd worden. Veel illegale immigranten proberen via de ferries van Marokko naar Spanje te komen. Ook wordt er veel drugs gesmokkeld en zijn er wapens in omloop. En juist nu, in de zomermaanden, is het zo druk met toeristen dat de Spaanse politie wel wat hulp kan gebruiken bij de controles. Dat ligt voornamelijk aan de Ramadan. En dan met name aan de Ramadan en het suikerfeest wat erop volgt. In die periode gaan er veel Marokkaanse mensen gaan naar Europa toe om hier het feest in Europa te vieren. Dat is extra inzet nodig? Daar is beduidend extra inzet voor nodig, ja. De Spaanse politie schakelt daarom Frontex in, een Europese overkoepelende organisatie van grensbewakers. De zeehavenpolitie en de Koninklijke Marechaussee zijn hierbij aangesloten. Zij zorgen voor extra toezichthouders in de haven van Algeciras. Tortenaar René Plomp is een van de agenten van de zeehavenpolitie die bijspringt in Spanje. We controleren voornamelijk de auto's die vanuit Marokko terugkomen naar Spanje. Vanuit Tangier weliswaar. Dus in dit geval is het paspoortcontrole. En even een korte blik in de achterklep, zeg maar, of er mogelijk illegale in kunnen zitten. Nou, hier kijken we globaal of er iemand zit verstopt. Maar meestal zit het helemaal vol met bagage, dus er is op dit moment geen aanwijzing. Oké, c'est bon. Zo. Dit is zojuist aangetroffen in een auto? Weer een wapenstok aangetroffen. Ja, dat is verboden in Spanje. Mogen ze niet meenemen. Dit komen jullie veel tegen? Dit komen we redelijk veel tegen. Minder dan andere jaren, want men weet inmiddels dat het niet mag. Maar nog steeds gebeurt het. Tijdens de controles komt René ook regelmatig Nederlandse toeristen tegen. Zo. Goedemiddag. Je hoort veel van leuk om weer Nederlands te praten. Of we zijn de eerste die na zoveel weken weer Nederlands ziet praten. En alleen maar positieve reacties. Ik vind het persoonlijk heel prettig. Je kunt gewoon met de mensen beter communiceren. Want de Spanjaarden die spreken alleen maar Spaans. En het is, opeens zag ik een Nederlander, zo'n hele grote Nederlander. Ik dacht, nou ja, dat is mooi. Bij de controle van vandaag blijft het dus bij een aantal in beslag genomen wapens. De eigenaren kunnen deze wapens vrijwillig inleveren. Doen ze dat niet, dan krijgen ze een boete. You get a fine, penalty. Maar de agenten op de grens zien regelmatig gekkere dingen. We zien heel veel minderjarige personen van Noord-Afrikaanse afkomst die deze kant op komen. Hoe doen ze dat? Door middel van zich te verstoppen in trailers, in vrachtwagens, onder vrachtwagens. Je kunt niet bedenken, op de gekste plaats komen ze tegen. Is dat lastig om daarmee om te gaan? Het zijn toch mensen die wellicht heel wanhopig zijn, die dit zien als een laatste kans? Nou, lastig vind ik het niet, want ze doen natuurlijk iets illegaals. Ik bedoel, ze doen iets onwettigs, om het zo maar te zeggen. Dat is in feite mijn beroep waarvoor ik hier sta. Goede reis verder, bedankt voor de medewerking. Graag gedaan.